Flex. Een solide schakel tussen talent en organisatie, bemiddeling en begeleiding. Met bovenin gele kalla's. Ik zie roze gerbera's. Gewaagde combinatie van kleuren, dat gele en roze, maar wel heel zonnig. En ja, mode en film. Hier ziet u de Angry Birds. Dit is een vooraankondiging van de nieuwe 3D-familiefilm die in mei uitkomt. Deze wagen is gestoken door een nieuwe stekersvereniging en dat zijn de Nieuwe Noordwijkerhouters. Dit is een groep statushouders die woonachtig zijn in Noordwijkerhout en graag willen integreren. En hoe kan dat beter dan mee te werken aan de bouw en het steken van een praalwagen en zo kennis te krijgen en te participeren in de couleur lokaal van de Bollenstreek. Voorzitter van de Corso-groep KVB Noordwijkerhout heeft deze circa 30 mannen en vrouwen meegenomen en geholpen met het steken van deze wagen. Om te kunnen integreren moeten ze Nederlands spreken en dat hebben ze dus ook gedaan. En uiteraard krijgen alle stekersverenigingen een kleine vergoeding voor hun werk. En ook deze vereniging krijgt dat, deze groep krijgt dat. En ze hebben gezegd dat ze dat geld gaan gebruiken om lesmateriaal te kopen om nog beter Nederlands te leren spreken. Ja, en zo'n corso op de weg brengen, dat kost een heleboel geld. Daar komt een heleboel voor kijken. En iedereen die langs de weg staat, kan daar gratis van genieten. Van Noordwijk tot Haarlem. Dat is bijna 40 kilometer lang. Een marathon gelijk. En dan staat er zo'n miljoen mensen langs de weg. Allemaal gratis. En vandaar dat hier de vooraankondiging komt van de schooiwagen. Het Corso doet hierbij een beroep op u voor een vrijwillige bijdrage. Geef gul is mijn oproep aan u. Deze wagen is gemaakt door het Corso-bestuur en met hulp van de toneelvereniging die verkleed als bloemen lopen te schooien. Hopen we dat er een heleboel geld in die kisten op die praalwagen komt. Hij is mooi uitgewerkt met kronkelhazelaar, fritillaria, lelie, amaryllis en allium. En dan komt er een hele grote jongen zoals deze dubbeldekker en wordt vooral ingezet voor de langere afstanden. Hij heeft een sublieme wegligging en als u bovenin ziet een geweldig uitzicht. Dus mocht u eens een alternatief zoeken voor het vliegtuig, pak de bus. Prachtig, deze ondersteuning van Beuk. En niet alleen Beuk en alle andere deelnemers steunen het Corso natuurlijk, maar hier trekt nu aan ons voorbij een Ford Transit van DW Kozijnen en de stichting Vrienden van het Bloemencorso. De wagen is opgetuigd in organische vormen in de tonen van de achtergrond van de aanhanger. Met boomstammen, leilinden, hedera, pistacheblad, cordeline en monstra. En als bloemen zie ik rozen, lelies, violieren, leeuwenbek, gerbera, fritillaria en amaryllis. Al deze bedrijven dragen het Bloemencorso een warm hart toe. En dan komt hier ook een hele speciale luxe wagen van Schouten Schoenen. Al 140 jaar lang schoenfashion voor jong en oud. En in het arrangement zijn allemaal rode schoenen verwerkt. Deze bus
levert ophaal- en thuisbrengservice. En hij is versierd met tulpen, hydrangea, anthurium, prunes en lelie. En de volgende praalwagen die we nu zien aankomen, dat is de praalwagen van het ondernemersfonds Binnenstad Haarlem. Met daarop de Haarlemse bloemenmeisjes. En die bloemenmeisjes, nou, dat is natuurlijk per definitie flowers and fashion. Haarlem is een van de mooiste winkelsteden van Nederland met veel modewinkels. En de bloemenmeisjes worden dan ook jaarlijks gekleed door die winkeliers. Dit jaar hebben ze een ontwerpwedstrijd uitgeschreven met het doel de bloemenmeisjes te verjeugdigen. Hyacinthe, tulpen, gerbera, amaryllis en anthurium. Kleurrijke bloemen en bloemenmeisjes. Meer Noordcultuur en Janssens Overseas. Zoals mode en bloemen een perfecte match van transport en bloemwolk te noemen. Op deze wagen wordt langs de gehele route muziek vervoerd. En hier zien we het dweilorkest de Rausdauers uit Haarlem. En dan een luxe wagen, een Peugeot 208 van International Flex Job. Een uitzendbureau dat sinds 2009 actief is in Aalsmeer en omstreken, de Bollestreek en het Westland. Met andere woorden, in de agrarische sector. Zij zijn gespecialiseerd in het uitzenden, payrollen en werving en selectie op het gebied van productiemedewerkers. Ja, en hoe kun je kleding maken zonder wol? Dus deze wagen, met een knipoog naar de mode, schaapje, schaapje, heb je mooie wol. Van de Corso Groep KVB, Hillegom Haarlem en omstreken. Ook dit is weer een wagen waarbij de kwekers uit de streek zelf het initiatief genomen hebben al jarenlang om een praalwagen te ondersteunen. En we zien hier de wol van het schaap, wat loopt naar het spinnenwiel. Op de plos veranderen de kleuren van de witte wol in wit, geel en rood. En vervolgens gaan die draden naar de gele jas en de rode hoed op de wagen. Met rozen, orchideeën, fritillaria's. Heel kleurrijk. En dan een Renault met een beetje ouderwets, jaren 70, gemacrameed, roze net eroverheen. Ook weer in de ruit van de Renault. Beschikbaar gesteld door Renault Nieuwendijk. Test die nieuwe Megane daar maar eens uit. En hier, Silk Fashion, de zijderoute. Op de wagen zijn de figuranten Chinese operazangers. Voorop zien we de theekopjes met de lotusbloem. En achterop de jonk die de zijde naar Europa vervoert. En uiteraard in combinatie met de aap van het jaar. Met bloesem, lysiantes, een veld met grassen, lelies, calla en amaryllis. De volgende luxe wagen heeft de tweede prijs van de jury gekregen. En deze wagen is beschikbaar gesteld door Bloemenatelier Capri. En is tevens het nieuwe arrangeursteam van het Bloemencorso van de Bollestreek met ingang van volgend jaar. Het bloemwerk op de wagen is lelie, gloriosa en anthurium. Ondersteund door viburnum, asparagus, anigosantus, de kangeroepootjes. De gebruikte kleuren zijn traditioneel, maar heel goed passend bij de auto. En de kwaliteit van de bolbloemen is goed en er is een hoog percentage gebruikt. Dus vandaar deze hoge kwalificatie van de jury.
Omroep Max doet alweer voor, ik denk, het zesde, zevende jaar mee met het Bloemencorso van de Bollenstreek. En natuurlijk, hun populaire programma Heel Holland Bakt is hier vormgegeven. We zien de bakker op zijn fiets met de broodmanden, de bakkersmuts op de voorwagen en vervolgens de bakker in zijn bakkersbroek, want ook dat is mode, werkkleding. Met professionele bakkers en hobbybakkers en de korenaren die over de achterwagen lopen symboliseren het materiaal waarmee men bakt. Een prachtige wagen. De regiewagen van dit corso. Hierin worden alle posities van de voertuigen gemonitord en heeft men ook verbinding met de centrale corso-meldkamer in Sassenheim. Dankzij Barning heeft het corso al jaren een exclusief portofoonnetwerk. En zoals eerder gezegd, agrotechniek voorop, halverwege en aan het eind ondersteunt het corso. En nu genieten en aandacht voor Showkorps Harpe Davids uit Zoetermeer. Zag u al de wegenwachtauto van de ANWB, maar de grootste vereniging van Nederland doet natuurlijk veel meer dan alleen pech verhelpen. Op veel evenementen komt u deze auto tegen. Laat u zich vooral eens voorlichten waar de ANWB u allemaal mee kan helpen. En dan komt hier de praalwagen Catwalk. Heeft de tweede prijs gewonnen bij de praalwagens. Ook dit is een corso-groep van kwekers, in dit geval uit de Zilk vandaan. En zij hechten eraan hun product voor een breed publiek te presenteren. Zij hebben met een knipoog een catwalk gemaakt. En op de voorwagen zien we dan ook twee Egyptische katten met hun vleugels versierd met Strelitzia, de paradijsvogelbloem, Bromelia en Allium. En op de achterwagen een vuurkorf en weer een hele mooie mystieke kat. De arrangeur van deze wagen is Tineke Geerlings. Een zeer herkenbare praalwagen met een prachtig doorzicht.